Nog hier, wat vind je van mijn lippen? Ja, ik vind ze... Ze zijn mooi. Ja? Ze zijn mooi. Ja, weet je, ik ga daar nu niet... Wil je dat ik heel kritisch ga zijn? Nee, ik doe maar niet heel kritisch. Nee. Maar wat zou er mis mee kunnen zijn? Laten we het in het algemeen houden. Nou, feit is, lippen zijn... kunnen te dun, te dik, de vorm, en net zoals met haar, wordt het steeds meer een fashion artikel eigenlijk. Ja. Dat merk ik wel, zeker wat jongere vrouwen rond die in de 20 zijn, merk ik dat ze soms komen, ja, ik wil het zo en zo en zo hebben. Kan je echt met een foto naar jou komen van dit zijn de lippen die ik wil? Of ja, wel een beetje. Echt? Ja, wel een beetje. Ik kan wel, zo handig redelijk, ben ik wel. Zo handig ben ik wel. Maar goed, eventjes concreet, want er is best wel heel veel over lippen te vertellen. Nou, je moet eigenlijk, als zeker een lip beoordeel, kijk ik enerzijds naar de vorm van de lip, maar ik kijk ook naar de krul aan de zijkant, hè? Dus de lippenrand. Is dat heel erg opkrullend, is het niet opkrullend? Ik kijk naar hoe het volume is verdeeld, hoe de verhouding is tussen boven en onder. En natuurlijk ook, dat is heel belangrijk, hoe zit de verhouding in het hele gezicht? Okay. En daar maak je eigenlijk een creatieve en zeker artistieke keuze in. Oké, en wat kan je dan doen? Wat zijn de mogelijkheden om het te verbeteren? Nou, het is, je kan met fillers werken. Mm-hmm. En dan moet je echt steeds weer gaan kijken, oké, welke soort filler ga ik voor welke soort lip ga ik gebruiken? Soms kan het ook zo zijn dus dat je om een lift te krijgen, dat je opeens hier gaat behandelen. Dat kan dus ook. Ja. Dus mensen als ze op consult komen, moeten ze dus niet denken van, goh, what is he thinking? Daar is wel echt over nagedacht. Okay. En dat is, sommige mensen is het ook wat ingevallener. Dus dat het naar binnen gaat en dat het niet zozeer naar buiten gaat, ja, dan heb je ook weer nieuwe speciale technieken nodig. Dus best wel eigenlijk... Heel veel, heel breed wat je allemaal... Breedte, Ingers, en het zit echt in de details. Ja. Oké. En wat kunnen mensen dan verwachten? Ik vroeg al een beetje gekscherend over die foto, maar dat kan dus... Nou, bij mij, dat durf ik wel te zeggen, dat ik daarin... Ja, ik vind mezelf wel goed. Heel goed. Nou ja, dat mag gezegd worden. Ja, heel goed niet, maar... Tuurlijk wel. Ja, ik vind me goed. Wel goed. Ja. Maar het resultaat, ja, de tevredenheid is echt best wel heel goed bij ons. En wat je niet kan verwachten, is dat je opeens van een heel dun streepje naar opeens een dikke lip gaat. Dat ga ik ook niet doen. Dat is ook niet mooi, denk ik. Niet mooi, maar ook heel onverstandig. Want het punt is, dan gaat die lip, is ook gewoon een soort ballonnetje. Ja. En je kan je voorstellen als het ballonnetje vol is. Knap. Dan gaat het knap en die filler gaat overal naar andere kanten. En dat is hetgene waardoor het soms een beetje raar uit gaat zien. Dus je moet dat echt rustig doen. En dan ook daarin een beetje volgen. En dan komt het wel. Dus helemaal op jouw vertrouwen. En dan met lippen en dan komt het helemaal goed. Ja. En hoe lang blijft het resultaat? Ongeveer de eerste keer is het, kan het wat... sneller verdwijnen. Ja. Maar ongeveer is het een jaar. En in sommige gevallen is het ook zo dat, zeker als je het wat vaker herhaalt, blijft het effect soms ook wel echt nog wel langer dan een jaar bestaan. Oké. Nou, dankjewel. Duidelijk. Ja, ik ga hem samenvatten weer. Want dus met lippen zijn er heel veel mogelijkheden. Rogier is een echte kunstenaar op dat gebied, zoals je kon horen. Met name worden er fillers gebruikt. Het kan zijn dat er injecties worden gegeven in de lippen, maar ook op andere plekken. In sommige gevallen moet je inderdaad niet van schrikken. En je kan het mooie, volle resultaat krijgen. Wat tegenwoordig heel erg gewenst is en heel mooi eruit ziet. Perfect. Wil je iets toevoegen aan mijn samenvatting? Nee, niks. Dan zijn we klaar.